Ik heb hier politieinspecteur Dirk Van de Sande bij me. Vandaag organiseert de politiezone Mechelen-Willebroek hier een jobdag. Jullie gaan mensen recruteren. Over hoeveel mensen gaat het dan? Ja, het is moeilijk om daar een aantal op te plakken. Wij proberen vooral te recruteren, omdat onze grote organisatie, lokale en federale politie, is op zoek naar mensen. Wij als politiezone Mechelen-Willebroek, wij zijn ook eigenlijk, elke procedure zijn wij op zoek. En dat zijn er toch een 4 à 5-tal per jaar dat er mensen kunnen aangeworven worden. Wij winnen in ons eigen gebied, in onze eigen omgeving, Mechelen-Willebroek, willen wij de mensen die bij de politie willen komen maximaal informeren en misschien zelfs overtuigen, jawel, overtuigen van ook bij Mechelen-Willebroek te komen werken. Het is een job vol variatie, het is een job waar je eigenlijk elke dag opnieuw genoegdoening vindt. Ja. Moet je daar echt een volledige passie voor hebben eigenlijk om bij de politie te stappen? Het is gevaarlijk om daar een uitspraak over te doen, maar laat ons zeggen dat politie worden of politie zijn, dat dat toch wel een roeping is. Je moet dat doen, je moet dat willen doen, maar ik ben ervan overtuigd, alle collega's die wij bij ons in onze organisatie rondlopen hebben, als ook de mensen die ervan overtuigd zijn dat ze die procedure willen volgen, en een procedure die je niet zomaar gauw op een namiddagje volgt, maar die inderdaad een gans jaar opleiding en telkens malen verdere opleidingen, al die mensen zijn gepassioneerd door het politiewerk en willen de bevolking dienen en de maatschappij dienen. Ja, het is toch een echt teamwerk eigenlijk, want je werkt toch altijd met enkele collega's nauw samen, hè? Ja, je wordt individueel geschoold, maar je bent eigenlijk altijd in team. Dat is een feit dat juist is. Je bent op patrouille, je bent samen sterk en je bent er samen voor de bevolking. Ja. Nu vandaag een 30-tal mensen denk ik dat hier aanwezig waren. Die kregen ook een rondleiding in het politiecommissariaat, klopt dat? Het is 30 per sessie, maar we hebben vandaag 4 sessies. Dus op elke jobinfodag kunnen we 120 mensen ontvangen. Al die jobinfodagen zijn volzet, zo hadden we er een eind juni. En hebben we er ook op 23 oktober opnieuw een. En we hopen ook die 120 plaatsen allemaal kunnen te vullen. Het gaat niet alleen over Mechelen, het gaat ook nationaal. In totaal over hoeveel mensen gaat het? Ja, nationaal worden er 1400 inspecteurs gezocht, maar de selectieprocedure en de opleiding gebeurt op federaal niveau. En vanuit de opleidingen kunnen de mensen die in opleiding zijn, die hun opleiding gaan beëindigen met voldoening, vanaf dan kunnen zij inderdaad een keuze maken uit een politiezone. En wij hopen dat ze de keuze Mechelen-Willebroek maken natuurlijk. Inschrijven kunnen ze nog altijd dan? Inschrijven kan eigenlijk de klok rond. Op jobpol.be kan je je inschrijven voor de selectieproeven. Wens je graag informatie bij die selectieproeven, wens je uitleg bij het ganse feit van de job bij de politie, kan je altijd gewoon hier terecht bij onze beroepenvoorlichters. Dat zijn collega's van onze job en die gaan je dan uitleg geven over de job. Oké, bedankt Dirk en succes. Alsjeblieft, dankjewel.